week maakte staatssecretaris Steven bekend dat TBS'ers niet zomaar op straat mogen belanden, maar dat zij minstens een jaar moeten worden begeleid. Desondanks werd afgelopen vrijdag de als zeer gevaarlijk te boek staande TBS'er Cliff Schepen zonder pardon op straat gezet. Dit tot woede van de pompenkliniek, die vond dat meneer nog lang niet toe was aan zijn vrijheid. De rechter besliste echter anders. En sindsdien zwerft Cliff door Nijmegen zonder geld en zonder dak boven zijn hoofd. Ja, Bert, dat lijkt mij vragen om probleem. Alle reden om van de staatssecretaris te horen hoe dit nu precies zit. Ja, ik heb Fred Teven gebeld vandaag. En die heeft het aangehoord en die zei van, nou, ik kom onmiddellijk naar de redactie toe. Ik wil die beelden zien. Nou, hij heeft dat bekeken. En dit is wat hij erover zegt. Ja, dit is een van de redenen waarom ik 14 dagen geleden al heb aangegeven dat er ogenblikkelijk een eind moet worden gemaakt aan contraire beëindigingen. Wat we dus niet willen als kabinet, is dat klinieken adviseren door te gaan met behandeling. En dat rechters er dan alle minuten een eind aan maken.